Hoi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een mooi of zooi video. Namelijk laatst was ik naar de Primark geweest en daar zag ik deze set. Ik heb ze er al uit, want ik heb ze al geprobeerd waar jullie zeg maar zo naar gaan kijken. Maar dit is de 4 Blender Sponge Set voor 4 euro. Nu moet ik ook gelijk zeggen, ik heb dus al wat gedeelte gefilmd. En ik zeg de hele tijd 4,50, maar hij wordt dus verkocht voor 4 euro. Voor 4 euro krijg je dus ook 4 sponsjes. Er zit één grote in. Zeg maar een normale foundation beauty spons. Dan krijgen we 2 middenmaatjes. Ik moet heel eerlijk zijn, ik weet niet zo goed waar deze ideaal voor zouden zijn. Want ik zou ze zelf niet voor een full face aan foundation gebruiken. Want ik denk dat je dan best wel lang bezig bent. Dus misschien voor concealer of zo. Maar we krijgen ook echt een kleine erin. Wat echt gewoon zo'n concealer klein sponsje is. Zoals misschien sommigen van jullie weten, heb ik in het verleden al vaker beauty sponsen gebruikt van de Primark. En mijn ervaring, heel eerlijk, was altijd heel, heel erg slecht. Nu zijn er alweer wat jaartjes voorbij. En bijvoorbeeld zoals bij de Action, waar ik laatst beauty sponsen ook van had uitgeprobeerd. Die waren echt insane. En ook voor heel weinig geld. En voorheen bij de Action had je ook van die grote sets. En die waren kwalitatief ook gewoon echt heel erg slecht. Dus ik heb zoiets, volgens mij zijn budgetbedrijven erachter gekomen hoe ze goede make-up sponsen kunnen maken. En dat is natuurlijk echt heel erg interessant voor iedereen. Want voorheen, tenminste ik gebruikte altijd de echte beauty blender zeg maar. En die wordt volgens mij voor 20 euro verkocht uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk best wel wat geld voor een make-up spons. Dus als je 1,95 bijvoorbeeld bij de Action betaalt voor 3. Of bijvoorbeeld dus welke we vandaag gaan uitproberen voor 4 euro dat je er 4 krijgt. Dat is natuurlijk een stuk interessanter. Dus vandaar dat we de Primark een 2 de kans geven. Ze hebben dus ook een heel nieuw uiterlijk gekregen. Volgens mij ook nieuw materiaal. Maar dat gaan we dus samen uitproberen in deze video. Dan gaan we kijken, is het mooi of is het zooi? Ik wil gelijk even wat zeggen, want waar ik gelijk achter kwam met de close-ups maken, wat ik niet heel erg chill vind, is dat een van die middenmaatjes, we krijgen daar dus gelukkig 2 van, want eentje daarvan, de lichtere kleur, die heeft echt allemaal rare vlekken erop zitten. Wat ik niet had verwacht, want het komt dus in een soort ziplock bagje. Die heb ik al geopend, maar er zat zo'n plasticje voor dat je dat niet kon openen. Dus het is niet zo dat deze open is geweest in de winkel. Zo is die echt gewoon uit de verpakking gekomen die netjes dicht zat. Daar baal ik wel een beetje van. En ik ga deze dus ook niet op mijn gezicht gebruiken. Want ja, het ziet er al nasty uit, dus dat wil ik niet op mijn huid. Dus dat is wel gelijk even een minnetje. Maar de andere 3 gaan we uitproberen. Dus het scheelt eigenlijk dat dat bij de middenmaat is. Want daar hebben we er nog 1 van. Dus ik kan hem alsnog gewoon testen voor jullie. Maar ik wil dat wel even zeggen, want ik vind het een beetje nasty. Dan voordat we deze make-up spons gaan uitproberen, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar 1 druk op die zwarte knop. Is helemaal gratis. En als je het belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu naar make-uploze Noël gaan en uitproberen. Kijken, is dit mooi of is dit een zooi? Nou, daar ben ik dan met helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb jullie ook even wat ingezoomd, zodat jullie het hopelijk ook goed kunnen zien als we het gaan uitproberen. Om te beginnen wil ik heel snel hebben over wat ik al heb gedaan en welke producten ik ga gebruiken. Als eerste heb ik al een primer op mijn gezicht. Dus die heb ik al aangebracht. Daarom ook dat ik lekker shiny en dewy ben. Dan de foundation die ik ga gebruiken is van NARS. Dit is de Sheer Glow Foundation. En deze gebruik ik altijd in Light 2 Mont Blanc. Ik zal hem ook wel hier beneden linken mocht je hier interesse in hebben. Deze foundation is top. Werkt altijd super goed bij mij. Geen patchiness en al die dingen. Dus daarmee kan ik ook gelijk gewoon goed kijken. Omdat ik weet hoe deze foundation werkt. Hoe goed de make-up sponsen dan daadwerkelijk werken. Omdat ik weet hoe die normaal op mijn huid gaat. En de concealer waar we de kleine make-up spons mee gaan gebruiken is de Maybelline Eraser Multi-Use Concealer in de kleur 03. Bijna op, zoals je kan zien. Dit is ook een favoriet. Dit is iets meer een budget favoriet. Dan gaan we echt naar de sponsen waar het natuurlijk over gaat in deze video. Zoals ik dus al had ondervonden, gaan we er eentje niet gebruiken. Ik voel me daar gewoon niet helemaal prettig bij. Dat is namelijk dus deze lichte middenmaat. Ja, die heeft gewoon meerdere vlekken op de spons zitten. Voel ik me gewoon niet helemaal prettig bij om dat op mijn gezicht te gebruiken. Dus dat vind ik heel erg jammer. Maar gelukkig is dat ook wel precies een spons waar we er dus 2 van kregen. Dus we gaan wel die andere uitproberen.
De grote gaan we gebruiken voor de foundation. Deze kunnen we misschien een stukje voor foundation gebruiken. En een beetje voor de concealer, omdat het zo'n tussenmaatje is. En natuurlijk gaan we deze proberen met de concealer, de allerkleinste. Ik dacht, dan ga ik jullie nu meenemen naar de badkamer. Ik ga wel even het filmen met mijn mobiel. En ik zal wel even met voice-over erover vertellen. Ik moet zeggen, droog al zijn ze niet zo hard als de make-up sponsen die ik al een keer eerder had geprobeerd van de Primark. Dus volgens mij hebben ze wel beter hun best gedaan. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn, de eerste indruk, automatisch ga ik het dan wel vergelijken met die van de Action. Die ik al in een andere mooie story video had getest. Als je die nog niet hebt gezien, ga die vooral ook kijken. Maar die waren echt insane voor hoe goedkoop ze zijn. Die zijn ook goedkoper dan deze. Deze zijn wel net iets harder. Ik ga ze automatisch vergelijken. Maar als ik ze dus ga vergelijken met de make-up sponsen die ik al eerder heb getest van de Primark, zijn ze wel een stuk fluffier geworden. Ik moet minder kracht zetten om ze in te duwen in elk geval. Dan gaan we nu over naar mijn mobiel en gaan we ze nat maken. Kijken hoeveel ze groeien en of ze dan nog fluffier worden. Daar ben ik dan weer. En ze zijn alle drie goed nat. Gelijk even wat me opvalt is dat de grote is echt top, moet ik zeggen. Die voelt vergelijkbaar met die van de Action. Maar ook gewoon met duurdere merken. Hij is super fluffy geworden, zoals je ziet. Ik hoef nu helemaal geen moeite meer te doen om dit bouncy te maken, zeg maar. Hij voelt zacht. Dus ik moet zeggen, die grote, heel erg onder de indruk gewoon hoe die nu nat is. Hopelijk werkt hij dus dan ook zo goed. Degene waar ik tot nu toe het minst van onder de indruk ben, is deze middelste. Deze is nog, het is moeilijk. Kijk, want ik kan natuurlijk niet dit aan jullie laten voelen. Maar deze is veel zachter dan deze. Ik moet hier echt nog meer kracht voor zetten. Wil ik het buigen. Wat gek is, want het lijkt haast zeg maar een iets ander materiaal. Ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan, maar deze minder fan van op eerste indruk. En dan de kleine is wel weer vergelijkbaar met grote. Wel iets steviger ook. Ik denk dat je dat sowieso misschien krijgt als het wat kleiner in volume is. Maar ik moet zeggen, deze is alsnog zachter dan de middelste. Dus dat, ik weet het niet. Ik ben niet een professioneel persoon. Ik ben geen professionele make-up spons persoon. Dus ik weet niet waaraan dat precies ligt, maar het is wel iets wat me gelijk opvalt en wat ik tegen jullie wil vertellen. Dan gaan we gewoon echt beginnen en erin duiken. Ik ga beginnen met de grote. Dit is degene waar ik het meeste hoop op heb gevestigd. Want zulke make-up sponsen gebruik ik zelf wel heel erg vaak. Dus ik ga nu eerst mijn foundation aanbrengen zoals ik dat gewoon normaal doe. En daarna gaan we de make-up spons gebruiken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik pak even mijn spiegel erbij zodat ik het goed kan zien. En we gaan het gewoon bouncen. In het begin sowieso altijd met een nieuwe beauty blender of make-up spons. Ik zeg altijd beauty blender, maar ik bedoel make-up spons. Absorbeert het natuurlijk ook best wel wat product. Dus ja, het kost sowieso altijd iets meer foundation natuurlijk dan als jij een kwast gebruikt of zo. Nou jongens. Ik moet zeggen, dit ziet er weer heel goed uit eigenlijk. Het lijkt gewoon echt over de afgelopen tijd. Want ik weet niet wanneer ik die andere keer die video had gemaakt over de make-up spons van de Primark. Het lijkt wel alsof in de afgelopen jaar of zo, bedrijven erachter zijn gekomen hoe ze een make-up spons moeten maken. Want eerst was het altijd zo hard, zo onwerkbaar. En dit is gewoon vergelijkbaar met duurdere... ik zit echt gewoon van wauw. Oké, dit ziet er echt heel mooi uit. Ik bounce het er even verder in. En dan gaan we even close-up kijken en erover hebben. Nou jongens, ik weet dat ik er op dit moment een beetje dan als een spook uitzie. Met alleen foundation. Maar ik ben echt mega onder de indruk. Zoals ik net al zei, het voelt dus een beetje alsof de budgetbedrijven erachter zijn gekomen hoe je een goede make-up spons maakt. Nu moet ik wel zeggen, deze set komt dus ook met die middelste die we zo gaan uitproberen, die echt een totaal andere structuur heeft. Dus deze gaan we ook zo gelijk proberen. Maar in elk geval deze, top. En aangezien zo'n setje 4 kost, zou ik hem daarvoor herkopen alleen voor deze grote alleen al. Want 4 voor een goede make-up spons is natuurlijk al super voordelig. Maar automatisch ga ik dan weer terugdenken aan die van de Action. En dat was volgens mij iets van 1,95 voor 3 grote, zoals dit. Dan zou die winnen. Dus het is even echt afhankelijk
afhankelijk van de andere formaten die we krijgen, of ik dit zou herkopen, ja of nee. Maar deze ga ik 100% gebruiken. Nu moet ik wel zeggen, dit is natuurlijk een eerste indruk. Dat zeg ik er wel altijd bij. Ik weet niet hoe deze make-up sponsen over tijd stand houden. Misschien gaan ze heel snel scheuren of zo. Daar heb ik natuurlijk nog geen beeld van. Maar gewoon het effect wat het heeft gegeven is ontzettend mooi. Dus ja, eerste indruk van de grote is in elk geval echt wel een mooi. Dan gaan we naar deze middelste. En dat is degene die mij een beetje zorgen baart. Ik zei net dat ik die ook wilde proberen met foundation. Maar dat gaat nu een beetje lastig aangezien ik al alles had gedaan. Dus ik ga gewoon een beetje de concealer ermee doen. Ik heb namelijk ook hier zo'n plekje. Kijken of ik dat kan concealen en op mijn kin. En dan doen we de ogen straks met het allerkleinste. Ik breng even dus ook iets meer dan aan wat ik normaal zou doen. Maar gewoon even voor deze video. Daar gaan we. Als eerste gebruik ik de bolle kant voor de kin. Oké. En dan gebruik ik het puntje voor daar bij mijn oog. Ik weet niet wat daar zit. Ik had daar zo'n rood plekje. Die is een paar dagen geleden daar gekomen. Ja, oké. Ja, wat moet ik hiervan vinden? Ik vind hier eigenlijk heel weinig van. Want in essentie vind ik altijd als je ergens niet een hele sterke mening over hebt, dan is het sowieso niet echt goed. Het kost wat meer moeite. Ik moet iets meer erop focussen. Wil ik het mooi uitblenden dan dat we hadden bij deze grote. Maar zoals ik al zei, het is een hele andere structuur. En deze is wel zachter dan wat de Primark ooit had. Maar hij is alsnog een stuk harder dan deze. Dus ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan. Want dit is een winnaar. Dit niet. Ik zou hem een 6 geven. Het werkt. Zijn er betere voor goedkope prijsklassen? 100%. Dus ja, deze is een beetje jammer. Ik vind het raar dat deze net anders is. En de laatste dus. De kleine. Hij is ook lekker fluffy. Dus dat is een goed teken. Ik hoop dat hij het net zo doet als de grote. En het voordeel dus van die kleintjes. Ik moet heel eerlijk zijn. Ik gebruik zulke kleine make-up sponsen normaal niet. Want ja, ik kan het gewoon prima met een grote. Maar ik weet dat heel veel mensen dit dus prettig vinden bij de ogen. Omdat het dan dus klein is en goed overal bij kan. Dus dan gaan we hier vlak bij het oog. Ik zit een beetje te kijken. Ik dacht, ja, het bounce op zich prima. Maar het lijkt een beetje alsof die de foundation weer oppakt. Wat ik wou zeggen, ik weet niet of dat komt omdat er nog geen product zeg maar zelf op zit. Dat hij alles gewoon absorbeert. Ja, nee, deze zou ik ook niet gebruiken. Nog een keer heel eerlijk. Sowieso was ik dus al niet fan van deze vorm. Maar hij geeft me niet het effect wat ik zou willen. Dan ga ik wel nog heel eventjes nog wat concealer aanbrengen met die grote. Kijken of ik daar dan wel tevreden over ben. Ja, dat werkt weer top. Ja, het is echt deze grote die de winnaar is. Nou, laten we het erover hebben. Mijn basis zit erop. 100% zoals jullie weten, de winnaar is deze grote. 4 vertalen voor deze hele set waar je nog 3 andere in krijgt. Is het dat waard? Aan de ene kant wel, want 4 is niet duur. Maar tegenwoordig met zoals bijvoorbeeld de Action 11. Die heeft ook geweldige make-up sponsen. Hoef je gewoon geen 4,50 er meer voor te betalen. Zeker bij die Action, dan krijg je er 3 van zulke voor 1,95 of zo. Dus van mij op dit moment krijgen ze helaas nog een zooi. Geen mooi. Ook al vind ik dus de grote wel een mooi. Ja, het is gewoon dan niet waard om voor 4 of deze hele set te gaan kopen voor deze. Puur als ik het ga vergelijken met de Action. Dat is toch wat mensen automatisch doen. Als ik zeg maar geen kennis zou hebben van die van de Action, zou ik het een mooi geven en jullie aanraden alleen voor te kopen voor deze grote. Want dan is het alsnog een leuke prijs. Kan je natuurlijk alsnog gewoon doen. Gewoon met hoe het er tegenwoordig voor staat met de budgetbedrijven vind ik wel echt dat de Primark wat beter kan doen. Maar ze zijn in elk geval op de goede weg. Dus Primark, mocht je op een of andere manier deze video kijken, meer van dit, minder van dit. Nou, dat was het dan voor deze video. Dat wij deze make-up sponsor hebben uitgeprobeerd. Maar laat natuurlijk ook vooral van jou horen in de reacties wat jij ervan vond. Zou jij deze set kopen? Ja of nee? En waarom wel? Waarom niet? Ik hoor graag van jullie in de reacties. En ook zoals altijd, is er nou een make-up tool of iets wat je hebt gezien in een van de budgetwinkels die je graag zou willen dat ik uitprobeer? Vergeet dat dan vooral niet ook even in de reacties achter te laten. Want ik vind het heel erg leuk om ook jullie suggesties uit te proberen in deze mooi of zooi video's. En dan hoop ik vooral natuurlijk weer dat jullie deze video leuk vonden om te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel
van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn. Als je maar me opvalt en wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die zwarte knop is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!